Hey, ik ben trainer Tom en vandaag heb ik een nieuwe borstworkout voor je. 5 oefeningen om je borst lekker te slopen. Dus ik neem je aan de hand en we gaan al die oefeningen even lekker doen. Dus de eerste oefening is een dumbbell press. Nou, waarom ga ik beginnen met een dumbbell press? Omdat waarschijnlijk iedereen van jullie begint met een bench press. En we gaan gewoon even een keer wat anders doen. Dus ik ga jullie uitleggen hoe die dumbbell press werkt, hoe je hem uitvoert, waar je op moet letten, welke valkuilen je hebt en dergelijke. En deze is vooral gefocust op kracht. Dus we doen 12, 10, 8, 6 en 4 herhalingen. En tussendoor doe je ongeveer 2 tot 3 minuutjes rust. Ja? Oké, nou, kom op, dan gaan we. Oké, nou, dit is een dumbbell press. Wat je nodig hebt is een bankje en dumbbells, obviously. Een beetje de tegenhanger van een bench press. Alleen heb je nu wat meer stabiliteit nodig vanuit je armen. Ik ga hem eerst gewoon een beetje lichte uitvoering laten zien. Dan kan je zien hoe makkelijk het is om deze oefening eigenlijk uit te voeren. Sommige mensen die vinden het wat lastiger om een push-up te doen. Nou, dan is dit een ideale manier om wat kracht te ontwikkelen. Zodat je uiteindelijk misschien wel een push-up kan. Ja? Nou, wat je doet, je zet de dumbbells op je benen. En deze zijn vrij licht. Ja? Eigenlijk wat ik ga doen is gewoon achterover liggen. Heel rustig. Laat je hoofd lekker rustig liggen. Armen naast je. Let erop dat die polsen recht zijn en dat je je buik hebt aangespannen. Oké, schouderbladen naar achter. Trek ze gewoon ongeveer naar je BH-bandje toe. En wat je vervolgens doet, is je beweegt de dumbbells in een draaibeweging omhoog. Dat kan, dat hoeft niet per se. Maar een aantal vezels van je borstspieren, die zijn ook een beetje gedraaid. En als je daar de meeste spanning op wil leggen, dan kan je me beter gewoon indraaien. Oké. Nou, je ziet dat ik mijn schouders niet omhoog hou. Dus sommige mensen die gaan helemaal mijn schouders omhoog houden op deze manier. Nou, ga dat vooral niet doen, dan krijg je een beetje last van je schouders. Kan je blessures krijgen. En zorg er ook voor dat die dumbbells niet te ver door gaan zakken. Ja? Er komt heel veel spanning op je borst te liggen. Hou ze ongeveer, voor je gevoel, een paar centimeter boven je borst. Ja? Je beweegt hem omhoog, maximale spanning en terug laten zakken. Oké. Nou. Deze zijn vrij licht, dus je ziet nu ook hoe gemakkelijk ik omhoog kom. Als ze wat zwaarder zijn, ja, dan wordt het een wat lastiger verhaal. Dus kijk ook zometeen het verschil als ik hem uitvoer met de wat zwaardere dumbbells. Ja? Nou goed, zoals ik al zei, 12, 10, 8, 6 en 4. Ik ga even een setje doen met 12 herhalingen. Natuurlijk ga je elke keer wat zwaarder. Want deze doe ik bijvoorbeeld met 24 kilo. Maar ik kan me voorstellen als je op een gegeven moment een setje van 4 herhalingen doet. Ja, die kan je natuurlijk met veel zwaarder gewicht. Ja? Oké. Zet ze op je bovenbenen. Let rustig op je ademhaling, dus ga niet gaan puffen, weet je, doe je alleen als je gaat bevallen. Dus wat ik nu vervolgens doe, ik ga met één been, trap ik hem omhoog en ik trap die andere ook omhoog. Ja? Heel makkelijk eigenlijk. 3, 2, 1, hop, 1, hop, 2. Oké, nou spanning. 1, 2, 3. Klaar, beweeg ze naar je borst, op deze manier, en kom weer naar voren, ja? Oké, wat je vooral niet moet doen, ik ga nu even een beetje een gevaarlijke manier laten zien, hoe je blessures zou kunnen krijgen, is als je klaar bent om dit te gaan doen. Zo, ja? Is niet de bedoeling, kan je je borstspieren afscheuren of je biceps afscheuren, en dan zitten jullie niet op te wachten. Oké, nou zoals je al zag, als ik hem van omhoog naar beneden beweeg, doe ik hem wat langzamer. Dat heet een excentrische beweging. Let er gewoon eventjes op. Ja? Als je daar geen aandacht aan gaat besteden, dan kunnen je spieren op den duur wat korter worden. Je ziet al veel jongens die even op borst trainen. Die gaan een beetje zo staan. Nou, vooral het excentrische gedeelte terug laten komen, zorgt ervoor dat die spieren een beetje op lengte blijven. Dat je niet hele korte spieren krijgt. Nou, genoeg. Genoeg ouwe hoed. We gaan door naar de volgende oefening. Oké, incline bench press. Velen van jullie kennen waarschijnlijk al, en voor diegenen die hem niet kennen, is oefening voor de ontwikkeling van de borstspieren, kracht in de armen, met name de triceps. Bovenkant van de borst. Je kan hem natuurlijk ook met dumbbells uitvoeren. Vaak kan je hem wat minder zwaar met een platte bench press. Dus let erop. Dit is toevallig geen officiële bench press, dit is gewoon een los bankje bij een squat rack. Komt eigenlijk op hetzelfde neer. Ja? Nou, deze incline bench press. Deze ga ik vooral
focussen op, ja, meer op spiermassa. 12 herhalingen, 4 setjes. Met een rust van 2 minuten. Ja, ik probeer eigenlijk ieder setje een beetje te gaan verzwaren. Ja? Elk setje wordt natuurlijk wel zwaarder. Maar ik probeer hem iedere keer iets zwaarder te maken voor jezelf. Dat je elke keer die 12 herhalingen net redt. Nou, dat is eigenlijk het enige wat ik erover wil zeggen. Probeer ook vooral niet je schouders op te tillen. En dat is het eigenlijk wel. Nou, let er gewoon even op hoe ik hem uitvoer. Zoals ik net al zei, ook met die dumbbell press, probeer vooral je schouderbladen een beetje naar achter te houden. Wat ik veel mensen zie doen, is als ze die barbel uitstrekken, dat ze overdreven hun schouderbladen naar voren halen. Ja? En dat ze ook een beetje hun schouders omhoog hebben. Dus dat zijn eigenlijk twee dingen waar je op wil letten. Schouders omlaag drukken en schouderbladen naar je BH-bandje toe. Oké. Let er ook op, als je die barbel vastpakt en je gaat doorzakken, dat je onderarmen verticaal staan. Ja? Ik zie te veel mensen af en toe zo of zo die oefening uitvoeren. Dat is een beetje een rare belasting op je polsen en op je ellebogen. Okay. Polsen recht, niet door gaan hangen. Zes, zeven, acht, negen, tien, elf, twaalf. Ik ben iets vergeten, man. Fucking dom. Ik heb die haken vergeten. Dus dat is hartstikke belangrijk ook. Als het te zwaar wordt, hang die haken eraan. Ik heb één keer meegemaakt toen ik wat jonger was, was ik bezig. Het was met bankdrukken bezig en ik redde het niet meer. En ik ging helemaal zo, en viel die ene kant viel eraf en die andere kant. Je staat enorm voor lul, dat ten eerste. Nou ja, misschien belangrijker nog, je kan jezelf aardig baseren. Dus maak niet diezelfde fout die ik net ook heb gemaakt. Oké, volgende, derde oefening, pullover, dumbbell pullover. Waarom vind ik dit een fijne oefening? Als ik mijn borst aan het trainen ben. Omdat je ook een gedeelte mobiliteit erbij pakt. Ja, veel jongens die zeg maar veel borst trainen, veel korte herhalingen, alles wordt wat korter, wat stijver. En een pullovertje kan ervoor zorgen dat je in je schouders en in je armen wat mobieler blijft. Ja? Dus ik lig hier gewoon wat hoger met mijn herhalingen en ik voer hem langzaam uit. En er zijn nog wat kleine foutjes die je kan maken, dus die ga ik allemaal uitleggen. Je gebruikt ook je lats erbij, dus niet alleen denken, het is vooral borstspieren. Ook een gedeelte lats, dus stel je hebt een keertje rug getraind en je gaat deze doen. En je denkt, hey man, ik voel een beetje wat er in mijn rug, voel een beetje trekken, dat kan. Je kan hem bijvoorbeeld ook met een stang uitvoeren. Een brede stang, pull over op die manier. En dan pak je iets meer lats. Oké, nou, gaan we even doen. Zitten. Je legt hem op je borst. Je schuift je duimen eronder langs en je omvat die dumbbell eigenlijk met twee handen op deze manier. Yes? Oké. Okay. Nou, je laat je hoofd in alle tijden gewoon lekker rusten. Wat ook erg belangrijk is, ik heb het al in een andere video ook verteld, is dat je goed je buikspieren aan gaat spannen. Ja? Op een gegeven moment als dit gewicht naar achter gaat en je buikspieren die houden hem niet vast, dan trek je die hele rug hol. Dan kan je last van je rug krijgen. Ja? Nou, als je dat nog steeds te lastig vindt, kan je die voet op het bankje leggen. Doe je hem op die manier. Ja? Oké. Okay. Nou, wat je doet, je legt die dumbbell omhoog, een beetje naar achter liggen, schouders blijven laag. Dus niet je schouders omhoog trekken, druk ze gewoon overdreven, een klein beetje overdreven naar beneden. Dus ellebogen gestrekt houden, laat hem naar achter komen. Nou, je zal nooit niet helemaal kunnen vermijden dat die ellebogen een klein beetje meebuigen, dus je pakt altijd wel een beetje triceps mee. Nou, je ziet hoe langzaam ik hem uitvoer. 4, 5. Oké, wat ik ook doe. 6. Is hier nog even wat extra druk op mijn borst leggen. Ja? Dus ik druk die borstspieren nog een beetje dicht tegen elkaar aan. 6. Ja? Hou die buik aangespannen. 7. 8. 9. 10 nog 5. 11.
12, let op je ademhaling. Blijf doorademen. 13, nog 2. Het loopt waarschijnlijk een beetje rood aan. Laatste. Oké. Op je borst. En je kan op deze manier rustig naar voren komen. En zoals ik al zei, als je wat last van stijfheid hebt, voor mensen die bijvoorbeeld veel zitten, die veel een voorovergebogen houding hebben, is dit een ideale oefening om een beetje uit dat patroon te komen. Dus je komt iets meer in die strekking en je hebt een beetje mobiliserend effect op je schouders, zeg maar. 15 herhalingen, zoals ik al zei. Volgende oefening is een ball press. Ja, je isoleert hier niet heel erg je borst mee, want je pakt er ook echt heel veel triceps mee. Maar ik pak hem lekker mee, omdat het is een soort push-up. Dus wel een pittige push-up. We doen hem eerst 60 seconden, een minuutje rust, 45 seconden, een minuutje rust, 30 seconden en dan rust. Ja? Je kan hem op verschillende manieren uitvoeren. Ik adviseer hem eerst gewoon vanaf je knieën te doen. Weet je, voel je er niet te groot voor. Weet je, het is al echt een pittige oefening. En als het op een gegeven moment goed gaat, dan kan je natuurlijk gewoon omhoog gaan schakelen om iets verder van je af te doen, vanaf je knieën of vanaf je voeten. Ja. En dan kan je bijvoorbeeld vanaf je voeten doen en dan je voeten steeds smaller zetten. Zo kan je hem steeds uitbouwen. Ja. Nou, wat je doet, pak een bal die niet al te veel meebuigt, niet te licht. Ja. Nou, wat je doet, je gaat doorzakken en je strekt hem uit. Ja. Hou je schouderbladen bij elkaar, naar beneden zakken en uitstrekken. Niet maximaal je schouderbladen uitstrekken, die schouderbladen haal je wel gewoon lekker naar achter. Op. 1. 2. Nou, op het moment dat je uitstrekt voel je echt die spanning op de binnenste vezels van je borstspieren. Die kan je niet heel nadrukkelijk trainen, zoals heel veel mensen denken van oké, ik doe een smalle push-ups en ik train echt dit gedeelte. Maar je legt er wel wat extra spanning op, zeg maar. Nou, zoals ik al zei, je kan hem natuurlijk ook gewoon vanaf je voeten uitvoeren. Op deze manier rustig doorzakken en uitstrekken. Maar bedenk wel, je moet hem 60 seconden doen. Dus als je al snel van stapel loopt, dan kan je die minuut niet volmaken. Ja? Okay. Nou, ik ga hem even een minuutje uitvoeren. Vanaf mijn voeten. Dan kan je ook zien wat voor tempo ik aanhoud. Ja? 3, 2, 1. Yes. Seconden. Hou je buikspieren aangespannen. Schouders laag houden. Niet omhoog gaan trekken. Hier extra druk houden op je borstspieren. 20 seconden nog. 15 seconden. Laatste 10. En het was hem. Nou, je ziet mijn triceps heb ik ook best wel een pomp gekregen in de tussentijd. Maar voor mijn borst wel redelijk. Minuutje rust, 45 seconden, minuutje rust, 30 seconden. En dan is het wel mooi geweest. Laatste oefening, hè? Nou, je ziet hem waarschijnlijk al aan, maar ik begin al aardig door mijn energie heen te raken met mijn rode hartjes. Dus laatste oefening om gewoon even het laatste stukje energie uit je borst te trekken, zijn push-ups. En wel geteld 100 push-ups. Dus wat je doet, je pakt je telefoon, die hebben jullie waarschijnlijk allemaal wel bij. Dus net heb ik een timer gebruikt van 1 minuut en dan 1 minuut rust. Nu gebruik ik gewoon mijn stopwatch, ja, laat ik hem oplopen. Dus wat ik zo meteen ga doen, ik ga natuurlijk niet in één keer 100 push-ups achter elkaar doen, want dat kan ik helaas niet. En diegene die dat wel kan, die mag me direct contacten. Mag je er een filmpje van maken en krijgt van mij een leuke prijs. Maar op dit moment ga je gewoon je timer laten lopen. En op het moment, stel je kan er 20 of 30 achter elkaar, pak je daarna je rust. Maar je laat je timer doorlopen. Ja? Op het moment dat je genoeg rust hebt gepakt, ga je door met die push-ups. Ja, blijf ze tellen, ga niet smokkelen, want dan neem je alleen jezelf in de zeik. Blijf doorgaan tot je die 100 hebt. Bam, druk je op stop.
hou je je tijd bij. Stel je doet er 5 minuten over, prima. Probeer hem volgende keer in 4 minuten 50 uit te voeren of 4 minuten 30, whatever. Dan probeer jezelf iedere keer te verbeteren. Ja? Oké. Nou, ik ga het eerste gedeelte uitvoeren en laat ik zien wat ik bedoel. Ja? Je kan hem vanaf je knieën uitvoeren, vanaf je voeten. Dat bepaal je helemaal zelf, weet je. Er is niemand die je gaat controleren. Ik heb ook wel eens momenten dat ik gewoon eventjes op het laatste gedeelte vanaf mijn knieën push-ups doe. Weet je, het is al zwaar genoeg. Ja? Ik laat het even zien vanaf mijn voeten, omdat je dan ook even kan kijken hoe ik hem uitvoer. Welke techniek je moet gaan letten. Want er zijn best wel wat mensen die de fout in gaan met push-ups. En dat is niet erg. Maar dat zorgt ervoor dat je misschien blessures kan krijgen. En dan kom je uiteindelijk bij mij terecht. En moet je weer gaan behandelen en zo. Dat willen jullie allemaal niet hebben. Oké, nou wat je doet. Je zet in ieder geval je handen op schouderbreedte neer. Nou, waarom op schouderbreedte? Op het moment dat je doorzakt, moeten je onderarmen ongeveer in een rechte verticale lijn staan. Ja? Ik zie veel te veel mensen vanaf deze manier push-ups doen. Ja? Ga je doorzakken, dan moet je kijken man, in wat voor rare hoek die handen staan, in die polsen. Weet je? Op deze manier ga je echt last krijgen van je polsen man. Dus wat je doet, zet ze op schouderbreedte en je kan nog een keer nachecken. Je moet je borsten gaan steunen. En dan kijk je naar je onderarmen, staan die ongeveer recht, prima. Ja? Verspreid je vingers goed over de grond. En wat je doet, je gaat er dan boven hangen met je schouders. Naar voren kijken, doorzakken, schouderbladen bij elkaar houden en uitstrekken. Dat is gewoon een hele korte beweging. Ja? En je ziet eigenlijk op het moment dat ik hem vanaf mijn voeten uitvoer of vanaf mijn knieën, dat hij eigenlijk vanaf mijn borst hetzelfde blijft. Het wordt alleen iets lichter op het moment dat ik hem vanaf mijn knieën uitvoer. Ja? Nou, stel, ik ga die workout, mini workout waar ik het net over had, ga ik even uitvoeren. 3, 2, 1, yes. 1, 2, 39. Pwah. Oh, sorry man. Oké, die tijd blijft nu gewoon doorlopen. Mijn hele bos is volgelopen, jongen. Oké, pak je rust, denk om je ademhaling. 40 gehad. Pak in ieder geval minimaal die 15 seconden. En ben je voor je gevoel weer een beetje bijgekomen, ga je weer verder, ja? Oké, 40 gehad. 9. Oh. 70. Maar nog 30, man. Ik zit over de 2 minuten. Ik heb ook geen water. Lekker man, goed idee. Oké, nog 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Laatste 30, kom op. 1, 2, yes. 3 minuten 17. Ik weet niet of het goed is. Weet je, laat me anders even jullie tijd weten. En of je vanaf je knie hebt gedaan, vanaf je voeten hebt gedaan. En wat je daarvoor had gedaan. Kijk, als je natuurlijk aan het begin van je workout doet, dan is het natuurlijk vele malen lichter dan als je het aan het eind van je workout doet. Dus pak gewoon die workout die ik je net heb laten zien, ja, die ik heb uitgelegd. En dan doe je deze gewoon even achteraan, ja. En dan ga je gewoon onder de comments reageren wat je tijd was. Oké, cool. Nou, dat waren dus 5 oefeningen om je borst helemaal kapot te maken. Kleine samenvatting. Ik begon met dumbbell press voor de algehele kracht. Incline bench press voor spiermassa. Pullovertje voor een stukje mobiliteit vanuit de schouders. En een stukje spierconditie. Ball press voor borst en ook een groot gedeelte triceps. En uiteindelijk heb ik net afgesloten met die push-ups workout van 100 reps. Nou, vond je het top? Oké, prima. Doe even een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie waarschijnlijk de volgende keer weer. Hey, ik ben trainer Tom. En wil je geen aflevering meer van mij missen? Klik dan hier om te subscriben. Of ga naar mijn website.